Arne, van harte gefeliciteerd. Was dit precies wat jullie ook wel een beetje nodig hadden na zo'n slopend jaar, kalenderjaar, dat je die laatste Eredivisiewedstrijd, ja, ik beschrijf het maar een beetje als een loopje door het park? Qua resultaat zeker, ja. Dus hadden we dat ook nodig. En voor het overige heb ik gewoon heel veel gezien wat ik de afgelopen week ook zie. En dan doe je op teamspel, op heel veel creëren en wat al niet meer? Ja, maar dat leidt vandaag gelukkig wel tot goals. Maar de aanvallen die je vandaag gezien hebt, die kan je één op één plakken op de aanvallen die we tegen Celtic op de mat hebben gelegd. Alleen misschien ook wel mede door... Oh, ik zie de expected goal voorbij komen. Misschien mede door de weerstand dat we dan nu wel in staat zijn om het om te zetten in goals. Maar minuut 53 ga ik niet snel vergeten. Want? Nou, dat was een aanval. Die zou je echt even terug moeten zien. Die ga je ongetwijfeld terugzien, maar... Dat is ontzettend jammer dat die weer net niet telt. Net als die afgekeurde goal in Glasgow niet telde. Maar was ook echt een prachtige aanval. Maar we hebben voor het overige ook een paar mooie goals gemaakt. Ook uit mooie aanvallen. En aan de andere kant ook. Ik heb jou dat gebaartje wel vaker zien maken van die centimeters. En deze keer valt het dan wel weer een keer jullie kant op. Is dat ook het verschil tussen dat het een keertje wel of niet telt? Dat het zo klein en dicht bij elkaar ligt dan? Vandaag niet, hè. Vandaag was het niveauverschil te groot. Dan maakt dat kleine centimetertje of een beslissing voor of tegen niet uit. Er zijn wel wedstrijden waarin dat wel crucialer is. Bijvoorbeeld die in Glasgow. Maar Kelvin die vroeg aan mij, die zei van ja, zo'n stukje. Ik zei ja, het is schijnbaar wel zo'n stukje. Maar nu aan de goede kant voor ons. En ja, dat was op dat moment best nog lekker, want het was de 2-0. Maar ja, je hebt die momenten liever op het moment dat het er echt toe doet. Maar goed, dat kun je niet beïnvloeden, want het is gewoon wel of geen buitenspel. Vier treffers vandaag. Nou, je benoemt de 53ste minuut als een prachtig moment waar dan geen doelpunt uitkomt. Maar als je moet kiezen tussen een van die vier, welke is dan de mooiste goal van Feyenoord vanmiddag? Ja, dat vind ik heel lastig. Ik denk dat de aanval met Quilinci die de bal voorzet, die Kelvin binnenloopt, dat een Feyenoord aanval is, om het zo maar te benoemen. Met een overlappende bek. Maar ik vond het heel mooi om te zien dat... Ja, daar komt hij misschien. Hadden we ook wel wat over gezegd dat de backswerkers over het algemeen vrij ver naar binnen staan zodat de crosspas mogelijk is. Oh ja, dat is inderdaad een nipje. Ja, is ook lekker voor Kelvin dat hij weer twee goals maakt, dat hij twee keer in de 16 zit. Maar ik vond ook de goal van Quinten een hele mooie. Dus ja, ik zou dit denk ik wel de mooiste vinden, die we net zagen. Die van Quinten benoem je misschien ook wel even omdat Javairo De Rossun daar een bijdrage aan levert in een vooractie. Hoe vind je dat hij het gedaan heeft? Eerste basisplaats in de Eredivisie sinds maart. Nou, daarvoor benoemde ik de goal van Quinten niet hoor. Maar ik heb hem net een compliment gegeven aan hem, aan een aantal spelers die heel vaak een dag naar de wedstrijd met hem hebben moeten trainen. En aan de stafleden die training hebben gegeven. Dat het ontzettend knap is dat als je zo lang niet speelt en ook vrij lang een op het oog uitzichtloze positie hebt gehad, dat je dan zo hard blijft werken. En dat de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, die trainingen dusdanig enthousiast geven, dat hij dan na 3-4 maanden fit genoeg is om vandaag op een heel goed niveau 90 minuten vol te spelen. Is dat een enorm compliment aan hemzelf. Aan de jongens waar die dan op die dagen mee traint, want dat is best vaak bij ons. Maar zeker ook aan de stafleden die training geven. En dat ben ik niet, voor de goede orde. En Arne, tot slot, na zo'n slopend kalenderjaar nog één wedstrijd te gaan, dan zou Javairo daar ook kunnen spelen. Want die is dan nog enigszins fris, zou je kunnen zeggen, op basis van zijn gespeelde minuten. Denk jij er ook zo over? Of is het echt iedereen nog even één keer volledig alles leeg laten spelen? Nou, ik heb voor de rest gezegd dat deze fase of vlak voor de winterstop niet de fase is waarin je heel erg kijkt naar van oké, hoe moet ik nou op de lange termijn vertrouwen aan iemand geven. Omdat we inderdaad een winterstop hebben en daarna weer een voorbereiding hebben. En we zullen ook moeten kijken hoe die uit deze wedstrijd komt. En dat geldt ook denk ik voor andere spelers. Dus daar gaan we morgen en overmorgen goed over nadenken wat de best mogelijke manier is om tegen Utrecht te spelen. Succes daarbij, dankjewel.